Goed, even die jeep scannen op camouflagemateriaal, voor het geval dat. Ja, maar ik dan! Grimlock, als er iemand naar vraagt, ben je... een grote groene metalen robot uit de ruimte die in een dino kan veranderen. Oké. Als ik dat maar kan onthouden. Baas, zijn we waar ik denk dat we zijn? Ja, omringd door een stelletje lelijke verlaten gebouwen. Ik kan bijna niet bevatten van hoeveel historisch belang dit is. Het is ook belangrijk. Dit is de basis die Optimus Prime, Luitenant Bumblebee en hun team gebruikten in hun strijd tegen Megatron en Starscream. Ja, ik hoef geen geschiedenisles. Toen is niet belangrijk. Het is nu. En nu ziet deze plek er dus niet uit. Ha, de mensen hebben nooit iets in handen gekregen dat cybertronisch belangrijk was. Dat hebben we in de ondergrondse verdiepingen opgeslagen waar wij niets van vertelden. Voor hun eigen bestwil. Alles werd afgesloten voor we vertrokken. Mogen we wat dichterbij? En dan deactiveren uit verveling? Mooi niet. Een beetje respect, Sideswipe. Dit is een soort heilige grond voor Cybertronians. Ja. Nou, eerst het oude clubhuis eens bekijken. Oké? Dus motor aan en plakgas! Blijf alert voor het geval er nog verdedigingssystemen actief zijn. Ze reageren niet op mensen, want we hebben ze ingesteld op bots. Ja, die systemen hebben er ooit flink van langs gehad toen we werden aangevallen door Decepticons. Ik weet nog dat ik me had verstopt in een hoop panzerafval en twee van hen kon verrassen toen ze voorbij kwamen. Man, er zijn heel wat goede verstopplekken daar beneden. Oh, en die keer dat Bulkhead het armpje wilde drukken. We hebben bijna twee verdiepingen van de basis vernield. Mooie tijden. U zou eigenlijk een boek moeten schrijven over die tijd, baas. Nou, ik heb wel een videodagboek bijgehouden toen ik nog jong was, maar dat vond ik niet meer leuk en toen ben ik gestopt. Hoe dan ook, de voorwerpen die hier nog zijn moeten bewaard worden voor de komende generaties. Eigenlijk ligt deze hele planeet vol met overblijfselen van cybertronische gevechten en avonturen.